Mijn naam is Natasja de Groot. Ik ben een cardioloog elektrofysioloog in het Erasmus MC en ik ga nu uitleggen wat boezemfibrilleren is. Het hart bestaat uit vier holtes, de twee boezems en de twee kamers. Tijdens een normaal hartritme wordt de elektrische impuls gevormd in de zogenaamde sinusknoop. Vanuit de sinusknoop gaat de elektrische activatie door het boezemweefsel naar de zogenaamde AV-knoop, de enige elektrische verbinding tussen de boezems en de kamers. De boezem van het hart worden ook wel atrium genoemd, vandaar dat we spreken van boezemfibrilleren. Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij de elektrische activatie van de boezems van het hart snel en onregelmatig is. Hierdoor worden ook de hartkamers onregelmatig geactiveerd. Heeft u vragen over de hartritmestoornis boezemfibrilleren, bezoek dan onze website. Ook kunt u hier vragen achterlaten, zodat wij deze gaan beantwoorden in een volgend filmpje. U kunt natuurlijk de vragen achterlaten op onze website, maar u kunt het ook hier in de comments achterlaten. Of u kunt het achterlaten op andere social media van AFib.